3 FM. Is het altijd voor de Koen Zwijnenberg imitatie top 8? Nee, helaas niet. Want nee, hier, nee, de grootmeesters nee, erbij. De mannen nee, van de typetjes, van de stemmetjes. Ja, daarom... durf je het helemaal niet meer? Niet tijd voor. Stel ik je voor het blok? Nou, het is zo. Sander... Nee, laat ik er niet over beginnen ook. Sander vindt dat jij goed stemmetjes kan aan. Ja, maar we hebben nog een paar minuten. Ja. Ik denk dat de jongens want Dennis van en Jeroen ja, wel moeten... Tommy Mulder Sander, laat het los. Laat het gaan. Bedankt. Ze hebben namelijk... iets bedacht. Ja, ja, oh ja. Want volgende week maandag 17 maart. Start... Aanstaande maandag. Ik hoor net aanstaande. Vijf minuten voor dat half negen. Volgende week maandag. Ja, ja. Ja, oké. Okay, maar ik denk altijd volgende week maandag. Is dat deze maandag? Nee, volgende week maandag. Die discussie hebben we al een keer gehad. Ja. Want volgende week maandag, aankomende maandag, precies, plus een week erbij. Ja, maar dat vind ik dus onzin. Alleen jij zegt, dan moet je zeggen volgende maandag. Ja, maar als je zegt volgende week maandag. Ja. Maar wanneer begint de nieuwe week? Sander Lantinga. Op dinsdagochtend. Nee, maandagavond 9:15. Nee, ja, oké. Op zondag, Koen. Ja, dat denk ik met je eens. Ja, dus zondag. Dat klinkt volgende week maandag is gewoon volgende week maandag. In ieder geval aankomende maandag. Precies. Aanstaande maandag. Misschien nog beter. Om 9:55. Het kan 9:45 zijn, maar... Smeren. Inderdaad. En we hebben dus een idee, dat is wel leuk. Want wij gaan namelijk met de cast en een gedeelte van de crew... gaan wij met z'n allen aflevering 1 kijken in een café in Amsterdam. Gewoon gezellig. Met z'n allen bij elkaar. Biertje. En toen dachten we, misschien is het wel leuk om een actie erbij te doen. Op Twitter of op social media in ieder geval. Zodat je daarbij kan zijn. Precies. Als je denkt, luisteraar. Dat lijkt me leuk. Om daar nou even bij te zijn. Dan zien we hoe jullie ook reageren op dat... Geweldige eerste aflevering. Maar dan kun je dus, dat hebben we nu net bedacht... een smeren selfie maken. Dus je pakt de willekeurige agent van straat... en je zegt, mag ik heel even een foto met z'n tweeën? Een smelfie. Je maakt dus een smeren selfie met een agent en jezelf. En de leukste, daar kiezen we een aantal van uit. En die mogen dan komen. Ja, hoeveel kiezen we eruit? Hoeveel wat zullen we doen? Een mannetje of 4, 5 zo? Ja, mannetje of 5. Vind ik wel leuk. Maar wacht even, want jullie hebben gezeik gehad met de politie, toch? Nee. Klopt, maar ik vind dus ook, politie, voor de agenten nu luisteren, jullie mogen ook meedoen. Dus als je denkt, ja, ik ga niet zelf op de foto met iemand anders, ik ga met een collega op de foto, dat kan ook. Maar het moet duidelijk herkenbaar een politieagent of agenten zijn. In ieder geval één van de twee. In functie. Ja, want anders kan iedereen zeggen, ja, precies. Dus meer als de politieagent, moet hij ook vrijwillig meedoen? Moet hij mee? Dat hoeft niet. Oké. Nee. Het kan ook zijn dat je een zelf maakt, dat je langs loopt en dat je erbij staat, dat die man net kijkt wat ze mee aan het doen, klik. Kan ook. Okay. Maar het is veel leuker natuurlijk dat je met z'n tweeën op de foto zet, dat je echt ziet. De leukste, mensen dat dan heen? Dan kunnen ze op Twitter op één jurk of een glitterjurk. Nee, moet je niet doen. Nee. Je kunt beter één hashtag afspreken, zowel dan op Instagram. Dan spreken we nu één hashtag af, zowel Smelfie op Instagram. Was het toch, zei jij? Smelfie. Smelfie. Ja, maar dat is een beetje een... Dat wordt heel vaak... Recoorriekend. Het is een stinkende... smeren selfie. Smeren selfie. Dat is dubbel S dan, hè? Ja, dubbel S. En nog één woord? Of het wordt alleen maar ingewikkeld. Ik zou er één woord van maken. Een hashtag is altijd één altijd woord. Altijd één woord. Dom. Ja, dat weet ik toch niet. Alleen het woord, dat is wel grappig. Alleen het woord hashtag zijn dus twee woorden. Maar ja. Jij moet straks een kind op gaan voeden. Jij weet toch wel... Je moet toch wel een beetje up-to-date zijn? Ja, dat is, ja, ik ben niet... Net in je neus zitten. Ik zag het je doen. Het woord wordt hashtag smeris selfie. Selfie aan elkaar gezet. Een hashtag is altijd aan elkaar. Zodat, ja, dat klopt. Behalve hashtag ja, hij leert wel snel. Ja. Hey, kan jij geen typetjes Nee. Leuk dat jullie er waren, jongens. Heel graag gedaan. Komende maandag. Heel goed. Aanstaande maandag. Smeris selfie. Nee, smeris... Smelfie. Op televisie. Ja. Nederland 3. Kijk, zou ik zeggen. Oh, en nog even één ding, want jullie komen, jullie gaan ook nog een nieuw programma doen. Klopt, zaterdagavondjurk. Zaterdagavondjurk. Over één woord gesproken. Hashtag. Zaterdagavondjurk. Ja. Maar dat is halverwege... 12 april is de eerste uitzending. 12 april beginnen we. Zaterdagavond om 10:00 op RTL 4. En daarvoor zijn de opnames volgende week zaterdag, 15 maart. 15 maart, zeg maar, twee dagen voor volgende week maandag. Ja. En er zijn helaas geen kaartjes meer voor. Het is knijter uitverkocht. Maar in het Werktheater in Amsterdam nemen we dat op. Een wekelijks ding, toch? Ja. Zes weken gaan we opnemen. En dat is, even heel kort... Dat zijn live gespeeld sketches met gasten. En gaan we wel bekendmaken wie we zo al te gast hebben? Zou ik nog niet doen. Hartstikke leuk. En dan nu live in de Koen en Sander Show. De gasten. Ja. We hebben een Barack Obama... Cliff Richard? Nee, we gaan dat toch niet. We gaan dat niet. Dat is jammer. Kan imiteren. Oh, dat kunnen we wel doen. Oké, dan zeg ik John Cleese. Nee, die kan ik niet. Nee, die kan je niet. Okay. Ja, we hebben wel al filmpjes opgenomen met Gerard Cox en Joke Bruijs in de instarts over Rotterdam. Daar moet je bij Sander zijn. Dat is een beetje zijn segment. Kan jij? Ja, ik kan heel goed Gerard Cox. Doe eens.
Het is weer voorbij, die mooie zomer. Zo. Ja, nou, is ja toch... het is kippenvel. Of nee, ik moet een windje laten, merk ik. Als je ogen dicht doet, is het... Ja, maar dat is veel dingen, als je ogen dicht doet. Ik moet kloppen, want de bel deed het niet. Dankjewel, Dennis en Jeroen. Dank jullie wel, heren. Succes! Tot snel! Jullie ook! 3FM